Goedendag, welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Helaas zijn de satellietbeelden nog steeds oud, maar ik kan u verzekeren: we hebben een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Dat blijft ook de rest van de dag zo. Inmiddels trekken ook de eerste buien over het land en die buien worden geleidelijk aan wat talrijker en ook wat heviger. Het kan even flink regenen en ook een klap omweer is mogelijk, en dat is met name in het noorden en oosten van het land het geval. Het wordt 17 tot 19 graden en er staat een matige, aan zee soms vrij krachtige wind uit het noordwesten, windkracht 3 tot 5. Vanavond wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog en dan klaart het flink op. Halverwege de avond is het afgekoeld tot een graad of 13. Morgen hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zon. De wolkenvelden zullen later op de dag wat talrijker zijn. In het oosten is een enkele bui niet helemaal uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog en het wordt 19 of 20 graden bij een overwegend matige noordwestenwind. Dinsdag, woensdag en donderdag is het fraai na zomerweer. De zon gaat flink schijnen. En geleidelijk aan gaat ook de middagtemperatuur omhoog. Rond de 21 graden wordt het op de dinsdag. En donderdag wordt het zo'n 22 tot plaatselijk een zomerse 25 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.